changing. This isn't space research. It's criminal. I want to finish it. I can see everything. There's no darkness. There is something alive inside of him. Spannend, hè? Het is The Titan, een nieuwe science fiction film waarvoor Netflix momenteel reclame maakt. In die film wordt een soldaat, gespeeld door acteur Sam Worthington, genetisch omgebouwd zodat hij kan overleven op Titan, de maan van Saturnus. Maar hoe doen ze dat in die film? Ik ga heftig spoileren, dus als u die film nog wilt zien, houdt u hier even op met kijken. I hope you're not squeamish. I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks. With what? Amino acid solutions, enzyme inhibitors, nucleic acid polymers. Vooruit. We zien door de vingers dat iemand 300 injecties geven zonder een infuus aan te leggen eigenlijk helemaal niet kan. Maar wat gingen ze hem geven? Amino acid solutions, enzyme inhibitors, nucleic acid polymers. Aminozuren, dat zijn gewoon bouwstenen die in voeding zitten. Enzymblokkers, dat kan van alles zijn. Van penicilline tot Viagra. En die nucleic acid polymers, dat is een klasse antivirale middelen. U hoort hier dus gewoon een rookgordijn van geleerd klinkende woorden. Pills of flunarizine, calcium channel blocker. This is potassium citrate, help flush the kidneys. Daar gaat ze weer. Calciumblokkers, dat zijn gewoon bloeddrukverlagers. En kaliumcitraat, dat is een stof die wordt toegediend om nierstenen tegen te gaan. Goed, ze hebben die goede man dus extra voeding gegeven, zijn bloeddruk verlaagd, zijn nierstenen weggehaald en hem een erectie bezorgd of zoiets. Nou, volgens de film zie je er dan zo uit. Klaar om naar Titan te gaan? Wacht, er mist nog één ding. If you can make him take one of these, you can end his suffering. This is a chemical lobotomy. He'll erase all of his memories. Hoor, staat daar nou ketiapine? Dat is alweer een bestaand medicijn. Tegen psychoses dit keer. En de belangrijkste bijwerking is niet geheugenverlies, maar slaperigheid. Misschien dat dat verklaart waarom onze vriend zo versuft op de grond zit. Nee, iets zegt me dat we met deze dokter het heelal niet gaan veroveren, hoor. But where you're going, the nitrogen ratio of air is 90%, oxygen less than 5. So we don't need to reinvent the wheel, just go that extra 15. Nou, ik dacht het niet, mevrouw. Op Titan is namelijk helemaal geen zuurstof. En het is er min 179 graden. Dat wordt nog schrikken als Sam Worthington daar uit zijn ruimteschip stapt.